Hoi allemaal, leuk jullie kijken naar een nieuwe video van mij. Vandaag heb ik een vlog voor jullie en ik ga zo naar stal toe. Het is vandaag kerstavond en het leek me leuk om eigenlijk mijn hele kerst een beetje te filmen voor jullie. Dus wat ik een beetje met de paarden doe, weet je, nog steeds in de kerstshow, want ik heb dus helemaal niet zoveel kerstvideo's gemaakt. Volgens mij zat er nog maar één online, dus ik dacht, hè, misschien is het leuk. Ondertussen ben ik even mijn tas aan het inpakken, want ik ga dus zo naar de paarden toe op de scooter met Lisa. En we gaan gewoon even de stallen doen. En misschien kunnen we nog eventjes wandelen met de paarden. De bak is namelijk nog steeds een zwembad. En ja, dus we gaan dus even kijken of we nog wat kunnen doen. En vanavond gaan we ook eten bij mijn opa en oma. Met mijn neefje en nichtje. En morgen moeten we ook gewoon naar de paarden. Want morgen ja, is het natuurlijk eerste kerstdag. En dan moeten we ook nog natuurlijk de paarden even verzorgen. Ik weet niet of we echt wat gaan doen. Maar het leek me wel gewoon leuk om een vlog te maken met wat we precies doen. Dus ja, dat ga ik nu zo doen. Ik neem Lisa weer mee op de scooter. En wij gaan vast de paarden doen. En mijn moeder komt straks ook nog even naar de paarden. Want we willen nog wat kerstfoto's maken. Omdat het nu, nou ja, morgen is eerste kerstdag. We hebben nog helemaal geen foto's gemaakt. Dus het leek ons wel leuk om dat nog even te doen. En ja, dan ga ik nu naar de paarden. Kerstdag en ik heb gisteren niet heel veel gefilmd, want gisteren hebben we lekker gegeten met onze familie en we zaten eigenlijk de hele dag in pyjama en ik ben zelf gisteren niet naar de paarden geweest en wij hebben net eventjes, Tamara en ik, de stalletjes en ik heb de wei gedaan en daar zijn de bosjes en Nerf was net zijn eigen feestje, zijn eigen kerstfeestje aan het houden hier ofzo, want hij was heel erg druk. Hij stond elke keer met mijn ronde te spelen en keer te rennen en dat is hartstikke vies. Dus dat hebben jullie net ook wel kunnen zien, denk ik. En wij gaan zo naar huis. We gaan samen zo op de gourmetten. En ik ga kijken of ik nog wat kleine stukjes kan filmen voor jullie. Want mijn scooter staat hier nog. Dus Tamara en ik gaan zo met de scooter weer naar huis. Dus ja, we zijn nu echt klaar. Dus we gaan nu naar huis.